Meneer de feestburgemeester, u belooft ons eigenlijk een dubbele Gentse feesten. Wat bedoelt u daar specifiek mee? Wel, na 1000 dagen geen echte Gentse feesten, na 2 jaar door corona in de hel, komen we nu in de wedergeboorte van de Gentse feesten. En ik denk dat we daar echt dubbel gaan kunnen van genieten. We starten ook met een heel mooi openingsevent. Het zal een spektakelstuk zijn, waarbij we Allez Chanté terug naar voren schuiven met meer dan 100 zangers. En tegelijkertijd ook diegenen die in de afgelopen periode ons door corona hebben geholpen, ook ze een mooie plek geven. En uiteindelijk gaan we afronden met een mooi spektakelstuk vanuit de Oude Belgenkomtoren. Dus dat zal een pracht van haar start zijn voor hele mooie Gentse feesten. Als we het programma een beetje bekijken, is het wel het terugkeren naar de goede oude tijd. De grote uitschieters, de grote publiekstrekkers worden een stukje vermeden in Gent. De Gentenaars gaan kunnen genieten, denk ik. Dat is de bedoeling, hè? Dat we kunnen genieten, dat we terug kunnen samenkomen. Ik vind 3080 activiteiten is een heel ruim aanbod, maar we moeten elkaar ook kunnen blijven ontmoeten. Op de bots, dat is ook mooi, dat is ook de Gentse feesten. Dus laten we maar samen genieten, zou ik zeggen, want daar draait het om. Geniet van de Gentse feesten, draag zorg voor elkaar en geef er maar een dikke lap op. Roel Arta, die er altijd bij is voor de Gentse feesten, dat vraagt heel wat werk om dat allemaal samen te krijgen en om de mensen een mooi blad te kunnen voorstellen. Ja, het is een magazine, wij doen dat al meer dan 30 jaar. Hè. Wij geven het eigenlijk uit in samenwerking met de stad Gent. Het is nu 3 jaar geleden. En iedereen kijkt uit natuurlijk naar zo'n mooi boekje waar eigenlijk alle activiteiten, het officiële programma van de Gentse feesten, iedere activiteit staat erin. Er is ook een apart katern voor de kinderen, voor het volkstoneel. Wilt u liever een jazzconcert zien, dan kan u bij de themakalender onder concerten jazz kijken. En u vindt meteen een opsomming van alle jazzconcerten en waar. Je hebt ook nog een kleine primeur misschien. Mogen we er toch al iets over weten? Allee, het is moeilijk, maar toch een klein tipje? Allee dan, omdat jij zit. We gaan de oude barkrukken, je ziet dat de bar een beetje vernieuwd is. En die oude krukken hebben heel veel gezien en heel veel meegemaakt. Dat is echt authentiek erfgoed. En we willen die niet zomaar wegdoen of op een container gooien of uitdelen. Dus we hebben gevraagd aan alle artiesten met een hart voor Minaar om die krukken te signeren, er iets op te schrijven. En we gaan die veilen in juni. Ik ga misschien nog niet zeggen wanneer. Er is 1 week waarop je dat authentiek stukje erfgoed in huis kunt halen. En dat zal een online veiling zijn. Houd onze communicatie in de gaten.